Wat is nou het verschil tussen als je begint met beleggen op je 25ste of op je 30ste? Behalve de 10 jaar later dat je begint natuurlijk. Is het een klein verschil, is het een groot verschil? Ik wil je graag helpen om te bepalen wanneer jij moet beginnen met investeren. Goedenavond dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en vandaag wil ik gaan kijken wat nou het verschil is tussen beginnen met investeren op je 25ste versus beginnen met investeren op je 35ste. Waarom heb ik nou deze twee leeftijden gekozen? Nou, kijk ik naar mijn publiek van YouTube, zeg maar, dan zie ik dat meer dan 60% van de mensen van het publiek jonger is dan 35. Dus dat is eigenlijk goed om te gaan vergelijken als je meer dan de helft hebt natuurlijk. En ongeveer de helft is zelfs jonger dan 25. Dus tussen de 18 en 24 zit bijna 49% van mijn doelgroep. Of in ieder geval van mijn kijkers. Dus dat is bijna de helft. En waarom is dan 25 weer een mooie leeftijd? Je hebt nog tijd, dat werkt nog steeds in je voordeel. Misschien heb je mijn vorige video gezien over samengestelde interest. Ik zal hierboven even een linkje plaatsen. Dat naarmate je meer tijd hebt, je meer geld zult verdienen. Dus daarom heb ik die twee leeftijden gebruikt voor deze video. Wat heb ik nog meer gebruikt in deze video? Nou, we gaan uit dat je 100 euro per maand inlegt. Dat je 8% rendement per jaar behaalt. Dat is gewoon het gemiddelde rendement als je bijvoorbeeld investeert in de aandelen. In de aandelenmarkt, zeg maar. Dus aangezien dat historisch zo is, gaan we ook vanuit dat het in de toekomst ook even zo is. En we gaan ervan uit dat je op je 67ste met pensioen gaat. Kijken we dan naar beginnen met investeren op je 35ste, tot aan je pensioen. Zoals je ziet in het schema in het midden, heb je het eerste jaar je start met 100 euro. Dus zodra je 35 wordt op de dag, stop je 100 euro in en vervolgens doe je elke maand ook nog 100 euro. Dan heb je op het einde van je 35ste jaar, heb je dan 1404 euro. Oftewel, je hebt 104 euro rendement, omdat je er 1300 euro hebt ingestopt. Ik heb trouwens in dit schema telkens de stappen van 5 jaar laten zien, omdat anders het schema een beetje onoverzichtelijk wordt. Het volledige schema komt straks aan het einde van de video nog even voorbij, zodat je goed kunt vergelijken. Wat valt nog meer op? Nou, dat je na 5 jaar inmiddels 10.000 euro bijna hebt behaald. En de 100.000 euro haal je bij als je 60 bent, oftewel na 25 jaar nadat je begonnen bent. Gaan we dan ook door naar je 67ste, nou dan eindig je met 190.420 euro aan pensioen. Je inleg is tot dusver 39.600 euro geweest. Dat is telkens die 100 euro in het begin en die 1200 euro per jaar. Maar door de samengestelde interest, door het rendement dat je elk jaar krijgt, die 8% dus, heb je wel iets meer dan 1,5 ton aan rendement behaald. En je zou dus kunnen zeggen dat je 3,8 keer je inleg hebt teruggekregen. Je hebt bijna 40.000 erin gestopt en je hebt er 150.000 rendement op gehaald. Oftewel, je hebt dan een pensioen van 190.000 euro. Nou, dat klinkt best mooi. Dat is het natuurlijk ook. Mooi bedrag. Maar wat nou als je in plaats van op je 25ste zou beginnen met dezelfde gegevens? Je begint met 100 euro in de maand op je 25ste. Je ziet hier veel dezelfde getallen in dit schema. Alleen alle getallen zijn natuurlijk 5 jaar omhoog geschoven, zeg maar. Maar nog steeds zitten we met 104 euro rendement in het eerste jaar. Na 5 jaar nog steeds 10.000 euro. En de ton heb je nog steeds na 25 jaar. Alleen ben je op dit moment geen 60 jaar meer dan. Maar je bent dan 50 jaar, omdat je op je 25ste bent begonnen. Nou, wat maakt dan die 10 jaar extra uit? Nou, eigenlijk best wel veel, want zoals je kunt zien eindig je in dit geval dan met bijna 430.000 euro aan pensioen. En dat is gewoon omdat je 10 jaar eerder bent begonnen. Dat is best wel een groot verschil voor die 10 jaar, terwijl eigenlijk je inleg maar 10 jaar keer 1200 euro, dus 12.000 euro verschil is. In dit geval heb je dus 51.600 euro ingelegd. Je rendement op dit moment is dan bijna 380.000 euro. En in plaats van dat het 3,8 keer je inleg was, zoals bij 35 jaar beginnen, is het nou 7,3 keer je inleg. Dus die 10 jaar heeft ook nog eens verzorgd dat je de laatste paar jaar nog meer rendement haalt. Natuurlijk omdat je rente op rente krijgt, zoals samengestelde interest dus werkt. Of ja, ik zeg rente, maar ik bedoel natuurlijk rendement, omdat we in dit geval van aandelen uitgaan. Maar het maakt niet uit, hetzelfde principe.
Kijken we dan nog even snel een samenvattende conclusie, zeg maar. Je pensioen, als je op je 35ste zou beginnen tot aan je pensioen, bouw je dan 190.000 euro op. Op je 25ste 430.000, nou, dat is een verschil van 240.000 euro. Oftewel, het is 2,2 keer zoveel. Oftewel 125% extra rendement. Terwijl het verschil van inleg, zoals gezegd, maar 12.000 euro is. Dus zelfs wat het verschil dat je uiteindelijk verdient is 20 keer je inleg. Kijken we dan naar het rendement dat je na je pensioen zou hebben. Dat betekent dat op het einde heb je 190.000 euro in het ene geval of 430.000 euro in het andere geval. Stel je laat dat nou gewoon staan en je pakt puur het rendement dat je elk jaar daarop verdient. Dan haal je daaruit, waardoor je eigenlijk met een behoorlijk bedrag in je potje blijft zitten. Nou, mocht je op je 35ste zijn begonnen, dan kun je elk jaar 14.105 euro eruit halen zonder dat het potje minder waard wordt eigenlijk. Mocht je nou 10 jaar eerder zijn begonnen, dan kun je zelfs 31.842 euro uithalen. Dus dat is behoorlijk meer. En dan heb je toch een mooi pensioen opgebouwd op die leeftijd. Dus je kunt dat bedrag gewoon elk jaar meer dan 30.000 euro eruit halen zonder dat het bedrag minder waard wordt. En het jaar erop, als je dan hetzelfde rendement behaalt, staat er gewoon weer ongeveer 8% dan bijna 32.000 euro klaar die je weer bij je eruit kunt halen, weer extra kunt besteden. Dus dan heb je best wel een riante pensioen. Nou, zoals gezegd, hier nog even een volledig overzicht van elk jaar in de vergelijking tussen 25 en 35 jaar. Zet deze video even stil, zodat je alles rustig kunt vergelijken. Mocht je dat interessant vinden. Zoals gezegd, dit gaat dan uit op basis van 100 euro in de maand. Nou, wat is nou 100 euro in de maand, zou je zeggen? Dus het komt op ongeveer 3 euro per dag uit. Nou, als je een keer een koffie minder haalt op station, of iets minder gaat uiteten in je kantine als je op je werk bent, maar gewoon zelf je boterhammen smeren bijvoorbeeld, nou, dan is dit gewoon een reëel iets om later als extra pensioen te hebben. Tot zover deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was een keer een korte video, maar waarbij ik toch wel veel informatie wil geven eigenlijk. Vooral wil motiveren om begin zo vroeg mogelijk met investeren. Wat maakt nou die 10 jaar uit, zou je zeggen? Zeker in dit geval met 100 euro. Die kan iedereen wel missen op die leeftijd. Want vaak met je 25ste heb je toch wel een vorm van inkomen waar je 100 euro vandaan kunt halen, zeg maar. Nou, het is dus best wel een groot verschil op de lange termijn. Ik hoop dat jullie zijn mijn doelgroep die in deze leeftijd vallen. Dus ik hoop dat je daarmee gemotiveerd bent om vandaag nog te beginnen, zeg maar. Vond je nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Laat ook even een reactie achter om te zeggen wat je nou leuk aan vond, wat je nog met vragen hebt of wat er nog beter kan. Ik zal altijd reageren op jullie reacties en suggesties neem ik mee naar een volgende video. Tot zover deze video dus. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.